En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Caroline Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vorige week, afgelopen woensdag, kwam deze mooie schaal online met droogbloemen. En dan kreeg ik nog wat reacties en vragen van, goh, ik vind de schaal zo mooi, ik vind het bloemstuk zo mooi, maar ik hou niet zo van droogbloemen. Kan je me ook met verse bloemen omhaken? Nou, natuurlijk, uw vraag, wij draaien. Dus bij deze gaan we deze nu opmaken met mooie verse bloemen. Ook heel erg mooi, waar je ook van houdt. Ja, voor ieder wat wil ze natuurlijk. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl en dan vind je alle DIY pakketten onder het kopje cursuspakketten. Goed, ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan, dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan mis je natuurlijk niets. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met dezelfde ondergrond. Of dezelfde. Kijk, de schalen zijn allemaal net even iets anders. Maar ja, het is eigenlijk precies dezelfde schaal. Ze hebben allemaal een iets andere vorm. Maar ja, wel allemaal even mooi. Ik gebruik even een waterschaaltje, zodat er geen kringen op het hout komt. En ik heb dit keer gekozen voor een halve bol. Omdat ik meer in een bienenmeier wil gaan werken. En dan is het met steken gewoon net wat makkelijker. Je kan ook gewoon een oase gebruiken, maar op deze manier heb je de vorm er al gewoon mooi in. Dus dat is echt een voordeel. Deze bevestig ik erop. Maar om te gaan steken kan het zijn dat het water nog wat uit gaat lekken. Dus ik steek hem eerst zonder de schaal, zodat we hem later op gaan leggen. En tussendoor kijken we wel eventjes of hij mooi tot zijn recht komt. Wat ik heel belangrijk vind bij zo'n schaal, is dat je altijd de schaal mooi blijft zien. Want het is al een pareltje op zich. Dus we gaan niet zo breed werken en we zorgen dat de schaal goed zichtbaar blijft. Daarom gebruik ik als basis asparagus. Hierdoor kun je, ja, het is wat fijner en je kan mooi door de materialen heen kijken. Maar daardoor blijf je de vaas wel goed of de schaal wel goed zien. Ik maak even een randje eromheen. Als de asparagus takje te lang is, dan kan je hem gewoon even splitsen. Maar dan knip je hem af net boven het blaadje. Takje, hoe je het ook noemt. Kijk. En dit doe ik op 5 verschillende plekken eromheen. En als je dan net zo'n takje over hebt, dan kan je die bovenin doen. Maar heb je dat niet, dan is het ook niet zo'n probleem. Maar weggooien vind ik echt altijd zonde. Kijk, en als ik dan op de schaal zit, hebben we wel mooi groen. Maar je blijft de schaal er goed doorheen zien. Zoals je ziet, geeft het een heel mooi sierlijk effect. Dan heb ik hele mooie roosjes. En ik begin met de zijkant om ze erin te steken. En ik wil nog wel dat een rand van de houten schaal is te zien. Maar ik steek ze er niet helemaal diep in weg. Dus ongeveer een stukje erboven. Om even dit begin te maken laat ik het schaaltje wel even op de schaal staan. Want dan weten we ongeveer tot hoe ver de roosjes mogen zijn. Dit doe ik ook weer op 5 verschillende plekken. Let goed op dat je bloemen goed schuin aansnijdt. Dan haal ik hem er eventjes weer af. Zodat de schaal mooi schoon blijft. En dan kies ik de hoogte in het midden. We willen dus dat het een bolletje wordt. Dus dat je hem ook echt als bienenmeier steekt. En dan doe ik op 3 of 4 verschillende plekken. Zet ik net weer tussen de andere rozen. Dan heb ik een mooie tak met distel. Dit is het zijtakje die ik eraf heb gehaald. En wat we dan gaan doen is eigenlijk hetzelfde. We zetten ze ertussen. Afhankelijk van hoeveel zijtakken jouw distel heeft, dat moet je even tellen. Gaan we ze ook weer verdelen in het stuk. Dus net waar dan geen bloemetje zit, gaan we de distel verdelen. Dit is natuurlijk super mooi sterk, droog mooi in. Maar ze snijdt wel even schuin aan. Ik begin weer bovenop. Ik verdeel het op dit moment ongeveer op 3 plekken bovenaan. En hier zitten dan 6 takjes aan. Dus dat doe ik ook onderop. Ja.
7 zie ik nu. 8, 6. Het is een wat grotere distel. Maar... Kijk, en zoals je ziet krijg je al mooie biedemeie effecten. Het begint al mooi rond te worden. Dan heb ik mooie blauwe druifjes. Ik zet eventjes het stukje aan de kant. Het blauwe druifje gaan we gewoon uit het potje halen. Blauwe druifjes of witte druifjes zijn allebei heel mooi geschikt. En we halen het zand er even af. Doe ik even met mijn vingers, maar je kan het ook onder de kraan doen. Let op dat je putje niet verstopt als je er even wat onder doet. Zo, en dit doe ik met alles in het potje. Zo, en dan maak ik ze nog eventjes schoon. Je kan trouwens de worteltjes eraf halen. Je mag ze er ook op laten zitten wat je zelf mooier vindt. Kijk, hier heb je ze er bijvoorbeeld af. Dat kan ook eens wel makkelijker met schoonmaken. Dus vind je niet te veel een gedoe. Dan kan dat ook. Dan haal je gewoon de hele worteltjes eraf. Ik vind dat wel leuk als ze er nog op zitten. Dan heb ik satéprikkers. Nou zijn dit wat, ja, wat grotere. Ik kan ook gewoon satéstokjes gebruiken. Die steek je onderin het bolletje voorzichtig. En ook deze 5 bolletjes steek ik weer in het stuk. Je hebt er nu 5, dus je moet even kijken qua verdeling hoe je het wil verdelen. Echt leuk, hè, dat idee met die bolletjes. Ik vind het altijd leuk staan. Dan heb ik mooie granen. Ik vind deze leuk erbij tussen staan. Dus die laat ik er voorzichtig een beetje uitspringen. Niet te ver, klein beetje. En dat verdeel ik ook weer goed in het stuk. En dan heb ik hier mooie Crasperia en die laat ik er ook iets uitsteken. En dan mag best wel iets hoger dan de rest van het bloemstuk. Dan wordt die mooi speels van en creëer je diepte in het stuk. Dan heb ik mooie bolmos. Dit is iets ingedroogd, maar ik heb net hetzelfde bolmos eventjes in een bakje met water gelegd. En ik wil even zien wat dat doet. Ik knijp hem wel even uit. Doe dat ook als je het gaat gebruiken. Dus ik knijp het even goed uit. En je moet eens kijken het verschil. Dus heb je een bolmos wat een beetje ingedroogd is. Doe het even in een bakje met water. En dan wordt hij weer mooi groen. Kijk, dan heb je hem weer mooi fris. Dus tipje. En deze breek ik in kleine stukjes. En die stop ik tussen het stukje. Nou ga je echt het diepteverschil zien in jouw stukje. Ik leg hem er nu even zo tussen. En zet ik het zo even vast met een krammetje. En dit zet ik dan voorzichtig vast met een krammetje. Mooi fris erbij tussen het groene. En creëert rust in je stuk. En nu gaan we even kijken hoe het op de schaal eruit ziet. Even de schaal erbij. Oh jongens, dit wordt toch een plaatje. Super mooi. En dan heb ik nog hele kleine gaatjes. En daar doe ik een beetje Tillandsia tussen. En jongens, kijk dan het grijzige. Echt super mooi. Maar dit geheel ook gewoon heel erg mooi. En zoals jullie weten staat deze dus ook online met droogbloemen. Met een iets ander stukje erin. Wat ook heel erg mooi is. Maar die is ook nog steeds te bestellen. Dus hou je meer van droogbloemen. Van dat natuurlijk ook. Goed. Hij is zoals je ziet helemaal af en helemaal mooi gevuld. Maar wil je nou straks van het voorjaar richting het Pasen toch liever wat kwartelijtjes in? Staat het ook heel mooi in het sfeertje. Dat zal ik even laten zien. Die kan je er eventueel extra bij bestellen. Deze kan je er gewoon tussen leggen of je lijmt ze eventjes vast. Het is net of je ze gewoon zo neerzet of als je het wil gaan voeren. Dan adviseer ik het wel om eventjes te lijmen. Maar jongens, dit is toch een plaatje. Zo, en dan is dit de schaal geworden. Echt super mooi. Of je nou van droogbloemen houdt, die staat al online, de vorige video.
of van verse bloemen. Je kan dus eigenlijk alle kanten op met zo'n mooie schaal. Laat me even in de reacties weten wat jij leuk vindt. Droge bloemen of verse bloemen. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe die verhouding ligt. Dus laat het gerust weten. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Zowel deze als de droge bloemen staan online. Die vind je op www.uonlinebloemist.nl onder het kopje cursuspakketten. Dus dan kun je daar zelf mee aan de slag gaan. Vond je dit nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En kost helemaal niets. Maar je helpt mij. Dus dat zou ik heel erg leuk vinden. En zou ik heel erg waarderen. En laat eens even in de reacties weten welke je het leukst vond. Aankomende maandag komt er trouwens een extra video online. Dat is wel heel erg leuk om eventjes te vertellen. Een extra Valentijnsvideo. Want ja, dat moet natuurlijk ook gewoon doorgaan. En ja, dat willen we niet aan ons voorbij laten gaan. En dat is een hele leuke aanbieding. Dus kijk vooral maandagavond om 7 uur. En dan zien we de volgende keer weer.